Ik me thuis. Ik ben Lottie van Starkenburg, gids in eigenzinnig leven. Ik laat mensen anders kijken naar ziekte en zorg voor een leven met lef en lot. De basis van een eigenzinnig leven is een goed thuis. Maar wat is thuis? Iedereen heeft het over thuis, maar niemand zegt wat het precies is. Zelfs Van Dalen komt er niet uit. Thuis is zo vanzelfsprekend dat we er niet bij stilstaan. Thuis maak je zelf. Het is van, voor en door jou. Maar wat als je dat niet of niet meer zelf kan? Hoe kunnen anderen je dan helpen? Thuis is zo persoonlijk. Voor de een is thuisvoelen gekoppeld aan een prachtige boom in de tuin. Voor anderen is het een knus plekje in huis. En voor weer een ander is het de weidse omgeving van belang. Sommige mensen linken thuis aan spelende kinderen. Voor anderen zijn huisdieren eigenlijk thuisdieren. En voor weer een ander is thuis een eigen, veilige plek. Mijn droom is dat iedereen zich thuis voelt op de plek waar hij of zij woont. Daarvoor heb ik Zo voel ik me thuis ontwikkeld. Met deze gesprekshulp komt het gesprek op gang over wat voor deze mens persoonlijk thuis is, aan de hand van de 7 gemene delers van thuis voelen. Daarmee kun je concreet aan de slag, zodat iedereen kan zeggen: ik voel me hier zo thuis.